Ja, hier is het leuk. Welkom bij het Opwaarts Upcycle Festival. Afgelopen anderhalf jaar hebben we spullen verzameld in heel Hilversum. Uit containers, bouwmaterialen, meubels, alles wat mensen weggooien. En het is zo'n ongelofelijke mooie hoeveelheid spullen die we nu gered hebben, dat het tijd was om het publiek een keer uit te nodigen om daar naar te kijken. Daarom hebben we dit festival georganiseerd. Mensen kunnen hier enerzijds meubels zien die ze gewoon weer kunnen gebruiken, die anderen niet meer konden gebruiken omdat er iets aan stuk was wat wij gerepareerd hebben. Aan de andere kant kunnen mensen nu hier bouwmaterialen halen voor een fractie van de prijs van de bouwmarkt, omdat wij het zeg maar uit de stroom hebben gehaald die weg werd gegooid. Ik merk nu aan de mensen die hier zijn dat ze er enorme behoefte aan hebben. Er is eigenlijk niet zo'n plek waar je terecht kan met vragen over kan iemand hier nog iets mee? Kan ik dit doorgeven aan iemand? Hebben jullie een oplossing voor dit meubelstuk? Hebben jullie een oplossing voor de ramen uit mijn huis die nog zo mooi zijn en oud zijn die ik eigenlijk niet weg kan gooien? Dus het is een plek waar mensen terecht kunnen met dat rotgevoel wat bijna iedereen wel kent. Dat je met iets moois in je handen staat en je denkt, ja, kan ik toch niet weggooien? Of het rotgevoel wat mensen hebben als ze bij de stort staan, bij de milieustraat en dan denken, waarom worden al deze mooie spullen weggegooid? Daarvoor is deze plek. En ik merk op zo'n dag als vandaag dat aan de verhalen die mensen vertellen, dat er een soort opluchting is. Dat ze of er gewoon over kunnen vertellen hoe fijn ze het vinden dat ze minder weg gaan gooien. Of dat ze terecht kunnen met hun spullen. Voor ons is het een fantastische manier om in contact te komen met het publiek. Ook voor andere makers die we hebben uitgenodigd. Er is een meubelmaker die repareert oude meubels. En die legt daar zijn hele ziel en zaligheid in. Dus die doet alleen maar dat. Die weet precies hoe je oude stoelen moet restaureren. Er is iemand die maakt plaatmateriaal van grassen die anders weggegooid worden uit de natuur. Er is iemand die de meubels een nieuwe kleur geeft, zodat ze weer zeg maar, een kleur hebben die in de mode is. Er is een fietsenmaker die alleen maar fietsen maakt van gebruikte materialen. Het GHD staat er om informatie te geven over hoe je al op een andere manier dingen weg kan gooien, dus minder weggooien of op een andere manier. En zelfs de catering bestaat uit producten die anders weggegooid zouden worden, maar nog net voor de datum waren. Alles haakt in elkaar en het zijn eigenlijk allemaal ondernemers die op een andere manier denken over weggooien. En het leukste toefje op de taart vond ik de kledingruil, waarvan ik dacht, dat weten mensen nou toch wel dat dat bestaat, maar de meeste mensen zagen dat echt voor het eerst. Dus dat geeft alleen al aan dat we dit in Hilversum gewoon veel vaker moeten doen. Ik denk dat hier wel 400 mensen hebben rondgelopen vandaag. Dat ik nu zeker weet dat we hiermee door moeten gaan. Sterker nog, we moeten gewoon iedere woensdagmiddag open. Want ik denk dat deze mensen vaker langs willen komen. En er zijn ook mensen die regelmatig bouwmateriaal nodig hebben. Dus wat mij betreft zijn we gewoon vanaf nu iedere woensdagmiddag tussen 1 en 6 open. En dan gaan we verder kijken of dat gaat lopen. Zo leuk, zo leuk. Zo leuk. Ah, je hoort het.